De COVID-situatie in Suriname wordt steeds nijpender. In de maand september hebben 163 personen het leven gelaten als gevolg van deze besmettelijke ziekte. Het COVID-19 dashboard geeft aan dat de maand oktober is begonnen met 9 doden. Er zijn 236 nieuwe besmettingen bijgekomen, terwijl 15 personen genezen zijn verklaard. In de afgelopen 30 dagen zijn er bijkans 12.000 nieuwe COVID-gevallen bijgekomen. Daarnaast zijn er ruim 2300 genezen verklaard. Sinds COVID zijn intrede in Suriname heeft gedaan in maart 2020, zijn er meer dan 41.000 positief getesten geregistreerd, waarvan bijna 27.000 genezen zijn verklaard. 893 personen hebben jammer genoeg het leven gelaten als gevolg van het virus. De vaccinatiestatistieken laten zien dat tot op heden er meer dan 400.000 prikken zijn gezet. Hiervan zijn ruim 230.000 gevaccineerden met de eerste prik en bijkans 174.000 volledig gevaccineerd.